Dames en heren, hartelijk welkom bij Los Politiek. Vandaag is mijn gast in de studio aan de tafel Henk van der Meen van de Liberaal-Democratische Partij. Henk, hartelijk welkom. Ik heb het goed gezegd, hè? Je hebt het goed gezegd, inderdaad. Oké. Okay. Het is nog even wennen. Maar... Het is even wennen, ja. Maar het ging goed. Nee, dat ging goed. Ja. Eerst maar even bij het begin. Ik denk dat je de afgelopen maanden hectische maanden hebt gehad. Ja. Wat er allemaal gebeurd is. Hè? Mm-hmm. Nou, zou je nou, voordat we beginnen over allerlei politieke onderwerpen, zou je eerst eens even en dan op wat hoofdlijnen kunnen vertellen wat er nu allemaal is gebeurd in die afgelopen mm-hmm. tijd? Nou ja, ik ben een beetje overvallen. Zeg maar vanuit de plaatselijke VVD-kring. De partij op een gegeven moment die ik heropgericht heb. Ja. En wat is er gebeurd? Op een gegeven moment is er heel veel gebeurd en heel veel gezegd. Ik heb laatst ook al aangegeven, ik wil er eigenlijk mee stoppen. Om daar weer op terug te komen. Ja. Ik heb aangegeven dat ik het toch een steek in de rug vond. Een dolksteek in de rug heb ik het genoemd. En dat was het eigenlijk ook niet leuk. Het speelt natuurlijk op een gegeven moment. Je denkt er toch wel over na. Je hebt op een gegeven moment iets lopen. Een partij lopen die goed draait. Landelijk, provinciaal heb ik meegedaan. Ik heb hier natuurlijk plaatselijk in het lijsttrekker geweest. Ja. En dan gebeurt zoiets. En iets kapot maken heb ik altijd gezegd wat goed is. Ja, dat moet je nooit doen. Nee. Dus dat is eigenlijk in het hele kort wat er dus gebeurd is. Het gebeurde op een fractievergadering. Hadden we bepaalde afspraken gemaakt. Ook tijdens een overleg met de fracties, met de fractie en bestuur. Van hoe we nou verder zouden gaan. En 3 dagen later hoorde ik na de fractievergadering die ik zelf nog heb voorgezeten. Hoorde ik dat bericht. Ja, ja. Dat ze zelf verder wilden gaan. Ja, ja. En dat is toen in de fractie besproken. En de stap daarop is dan dat... Er is niks in de fractie besproken. Nee? Er is mij wat medegedeeld. Oh, dus er is helemaal geen overleg over geweest? Nee, er is geen overleg over geweest. Nee. En hebben jullie niet een bepaald reglement, een fractiereglement, waarin je dan zegt van, wat is nou zeg maar de lijn die we daarin volgen? Nee, hier plaatselijk hebben we geen fractiereglement, of hebben ze geen fractiereglement, zo moet ik het momenteel even brengen. Ja. Ja, dat is soms nog wel even wennen. Ja. Uiteindelijk landelijk hebben ze wel bepaalde statuten. Ook met het oproepen van de ledenvergadering zijn ze die statuten ook niet nagekomen. Omdat ze dus heel snel wat mensen bij elkaar wilden hebben. Waarvan ze zeker wisten op een gegeven moment dat die tegen mij zouden zijn. Ja, ja. Toen is er een ledenvergadering aangeschreven? Ja. En op die ledenvergadering, toen is uiteindelijk dat besluit gevallen? Ja, dat kon ook niet anders. Hè. We hadden dus te maken met de familie van de familie. En man en vrouw die zeg maar lid waren. Zo hebben we op een gegeven moment, ik weet niet helemaal precies meer wat er zat. Dat ben ik inmiddels een beetje vergeten. Maar ik dacht dat er een man of 14, 15 zat. Waarvan dus 8, 9 mensen al zeg maar familieleden in de partij hadden. En die daar ook lid waren, dus ook stemrecht hadden. Ja, ja. Ja, ja. En toen is dat besluit gevallen? En toen is dat besluit gevallen, ja. Er is ook nog, heb ik begrepen, een kamercentrale in. Is dat provinciaal? Dat is een provinciaal. Dat is de overkoepelende orgaan, zeg maar, provinciaal. We hebben het landelijk, provinciaal. En dan de plaatselijke afdelingen. En de kamercentrale, dat is kamercentrale Utrecht. Die is er ook bij geweest. Dat heb ik zelf gevraagd. Ik heb ook aangegeven van ik wil toch een ledenvergadering hebben. Ik wist op een gegeven moment, op dat moment al, van de leden die, zoveel zijn het er niet, die lid waren. Nee. En momenteel heb ik begrepen alweer een stuk minder. Maar in ieder geval, de leden die lid waren, die wilde ik toch wel op een gegeven moment spreken. Ja, en ik wilde het niet overlaten, zeg maar, aan een fractielid en een bestuurslid. Nee. Maar hoe heb je dat zelf ervaren? En trouwens, er is die Kamercentraal, die voorzitter van de Kamercentraal, heb ik gevraagd of die het voor wilde zitten. Ja, in verband met de onafhankelijkheid. Ja. Ja, en die was ook niet zo blij met de stand van zaken. Nee. Die is ook gebeld hier door de plaatselijke pers.
En ja, daar heeft hij ook aan tegen gezegd dat hij dus niet zo blij was met de gang van zaken. En dat heeft hij ook wel scherp benoemd, zeg maar, op die vergadering, ja, op die avond. Ja, ja. Ja. Goed, en dat, dan beleef je dat allemaal en dan op een gegeven moment dan komt er een punt achter, hè? Want ik bedoel, dan is het klaar. En hoe heb je die tijd ervaren zelf? Nou, heel snel een punt erachter zetten. Ja. 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 Heel snel een punt erachter zetten. Heel teleurstellend natuurlijk. Ja. Ik heb vanaf 2008 heb ik daar aan gewerkt. Niemand wist voor de tijd dat ik achter de schermen bezig was. Zelfs op een bepaald moment hebben we Wiebe de Boer naar voren geschoven. Als zijnde degene die de VVD opgericht zou hebben. Ja, nou ja, niet zo, in ieder geval als voorman. En ja, net voor de verkiezingen eigenlijk, omdat ik zelf in de fractie van de Meen zat toen die tijd. Net voor de verkiezingen heb ik aangegeven van nou, ik ga nu zelf aan de slag. En we gaan nu op een gegeven moment als lijsttrekker verder. En dat hebben natuurlijk de leden beslist. Dus dat, maar in ieder geval de leden, die hebben me toen op pad gestuurd. Ja, ja. Ja. Goed, je zegt, ik heb er nu een punt achter gezet. Ik heb er een punt achter gezet, ja. Maar je hebt voor jezelf wel besloten om verder te gaan. Jazeker, jazeker. Ja, en, je laat je eigen niet zo aan de kant zetten. Nee, tenminste, nee. De mensen die me kennen op een gegeven moment, die weten dat heel goed. Ja, dat denk ik ook wel. Ja, ja. Ja. Je een beetje kennende, wat dat betreft. Ja, nog even. Hè, je hebt gezegd op een gegeven moment, ik voelde dat als een dolk in mijn rug. Mm-hmm. Hoe heb je gemerkt dat dit ontstond? Kun je daar iets van zeggen? Had je daar een gevoel bij? Waren de dingen waarvan je dacht of hè, dat broedt iets of er gebeurt iets? Nee, of? Er is na de vakantie eigenlijk, toen kwam naar voren, toen hebben we gezegd van nou, we moeten toch eens even praten even met de fractie. We moeten toch even de boel, even bestuur en fractie even bij elkaar hebben. Daar heb ik zelf ook om gevraagd, want ik voelde wat ontevredenheid. Zo noem ik het meer, niet meer. En niet minder. Nee. En toen hebben we dus die afspraak gemaakt op die woensdag. En 's maandags kwamen ze met dit bericht uit de Hooghoed. Ja, ja. Dus het was voor jou eigenlijk totaal onverwacht? Ja, het was voor mij onverwacht. Alleen ze dachten ook dat ik mijn raadslidmaatschap op zou geven. Dat automatisch ging. Dus dat begrepen ze ook nog niet helemaal. En ze hadden dus ook op een gegeven moment verwacht dat ik zo uit de VVD zou stappen. En toen heb ik dus ook provinciaal en landelijk ook aangegeven dat ik die naam VVD in eerste instantie toch wilde behouden. Daar hebben de leden over beslist. En hoe die samenstelling van die leden was, daar zullen we het maar niet meer over hebben. Dat heb ik net aangegeven. En we stoppen er gewoon mee. Ja. En we gaan gewoon verder met de LDP. Ja, ja. Nou ja, oké. Okay. Laten we dit maar afsluiten. Ja. Dit is gebeurd, is gepasseerd. Dat is over en uit. Natuurlijk bijzonder jammer, maar goed, dat is gebeurd. Hoe ben je op die naam LDP gekomen? Want je bent eigenlijk toch in je hart en nieren ben je liberaal. Ja, maar dus, dat zegt het ook wel, hè? Dat zegt de naam, hoor. Ja. Liberaal Democratische Partij. Ja. Ja. Maar heb je dat zelf... Ik ben hier in het dorp begonnen met een liberale partij. Ja. En ik wil er ook mee doorgaan met een liberale partij. Ja, dus dat wordt niks anders. Nee. Dus dat, het is natuurlijk... ik ben erin gestapt. Met wat mensen hebben we een bepaald beleid gekozen. Ja. Voor een bepaalde richting gekozen. En die richting die streef ik naar. Hun niet. Hun hebben gezegd, nou, die richting streven niet meer naar. Nee. Dus, en ik streef die richting wel naar. En daar gaan we ook mee door. We gaan door op een gegeven moment voor de kiezer. En we gaan niet door voor de plus. Ja, dat plus op een gegeven moment, dat verdien je. Als de kiezer op een gegeven moment dat aangeeft. Ja, inderdaad. Dan sta je plotseling dus zeg maar toch alleen, hè? Doe je het nog steeds allemaal alleen of heb je al ondersteuning? Nou, ik heb momenteel zijn er wel mensen waarvan ik weet op een gegeven moment dat die me graag willen ondersteunen. Momenteel ben ik achter de schermen ook weer bezig om dus de partij zeg maar meer een, ook qua statuten en dergelijke ook meer vorm te geven. Daar zit gewoon wat werk in. Ik heb nog geen haast. En voorlopig op een gegeven moment voeren we gewoon de politiek. Ja. En dat gaat gewoon door. Ja. Dus wat dat betreft, of het nou Henk van der Meen is,
in een bepaalde partij, dat maakt niet uit. Henk van Meen die zit daar op een gegeven moment, op zijn manier, voert hij politiek. En voert hij politiek voor dit dorp. Oké, okay. Als LDP'er. Als LDP'er, ja. Oké. Okay. Nou gaan we even naar, ja, misschien wat er. Er gebeurt natuurlijk ook politiek heel veel, hè, op allerlei terreinen. Kadernota is voorjaar geweest, nu is de begroting is behandeld. Hè. Er zijn ook een aantal moties, een aantal dingen aangekomen. Nou, ik wil toch graag met je eens een aantal van die dingen doorlopen en eens kijken hoe jij erop reageert en hoe je daar tegenaan kijkt. Je hebt zelf ook een aantal moties ingediend. Nou, ja. We gaan eerst even wat er gezegd is over de opbrengst van de bekeuringen van de BOA. Nee, we hebben nu één BOA, er komt straks een tweede. Mm-hmm. En wat je zo in het dorp wel hoort is van verdorie, ik krijg een bekeuring van die BOA. Mm-hmm. En ja, dat is natuurlijk, dat vinden ze beroerd. Wel terecht, want anders krijg je hem natuurlijk niet. Maar dan is de vraag van waar verdwijnt dat geld? Gaat dat nou naar de gemeentekas? Mm-hmm. Of gaat dat naar die grote weien, je zou bijna zeggen Sinterklaaszak in Den Haag, hè? Ja. Hoe zit dat nou in elkaar? Nou, ik ga gewoon op een gegeven moment naar die grote Sinterklaaszak in Den Haag. Laten we het maar even. We zitten een beetje in die tijd. Laten we dat maar even benoemen. Daar gaat het grootste gedeelte gaat erheen. Ik weet niet helemaal, procentueel weet ik het niet helemaal zeker. Maar ik dacht dat 80% naar Den Haag toe gaat en 20% hierheen. Ja, ja. Dus dat zal er zo'n beetje om die daarom hangen. Ja. Dus wij, en daarom ben ik niet echt voor een BOA. Ja, ik heb ook al aangegeven op een gegeven moment dat ik toch eens wil kijken op een gegeven moment wat die man nou zeg maar aan meerwaarde kan brengen. Ja. Ze willen nu die tweede boor hebben. Ja. De tweede boor is eigenlijk, als we het goed gaan bekijken, duurder. Want die moet meer kunnen. En iemand die meer kan, die moet dus ook meer leren. Die moet meer opleiding hebben. Dus ik ga dus kijken op een gegeven moment hoe ze dat op gaan vangen. Ja. Nee, want er stond ook in het stuk stond dus ook op een gegeven moment dat er zeg maar tussen de 20 en 40 euro dan naar de gemeente vloeit. Mm-hmm. Hè, maar er worden geen mededelingen gedaan over het aantal uitgeschreven bekeuringen. Is dat ook niet een beetje vreemd? Ja, ze doen twee keer per jaar doen ze dan mededelingen in bestuurde middel. Ja, dat willen ze maar wel. Maar ik denk dat de burger ook benieuwd is van hoeveel bekeuringen worden er nou gemaakt? Het zou misschien goed zijn. Ja, ik weet niet of het heel belangrijk is voor de burger. Of die exact weet hoeveel bekeuringen zeg maar, de BOA krijgt. Het is nieuwsgierigheid, hè? Ja, daarom, dat bedoel ik. Het is nieuwsgierigheid. En misschien om die nieuwsgierigheid dus een beetje te voelen. Of in ieder geval die nieuwsgierigheid te voelen, zeg maar. Ja. Zou ik misschien als gemeente eens een keer. In de maand december en in de maand, hè, straks met vuurwerk of iets dergelijks. Ja. Hebben wij zoveel boetes uitgeschreven in verband met het te vroeg afsteken bijvoorbeeld van vuurwerk. Ja. Ja, en dat heeft de BOA gedaan. Ik zie daar ook geen probleem in. Nee. Hè, want ik bedoel, dat is gewoon heel simpel na te gaan. Ja. Ja. Ik bedoel, want de bekeuring die je krijgt, ja, die is vaak terecht. Want anders dan hoef je hem niet te betalen. Nee. Dus er vloeit natuurlijk geld naar de kas van ook de gemeente. Er vloeit een klein beetje naar de gemeente. Ja, ja. Een klein beetje. Ja, dus dat is niet veel, want uiteindelijk de boetes die een BOA geeft, ja, die lopen niet in de duizenden. Ik, tenminste, dat verwacht ik niet. Nee. Of het moet een milieudelict zijn. Maar als het een milieudelict is, dan krijgen we ook weer te maken met justitie. He, want dan komt justitie weer om de hoek kijken. De BOA op een gegeven moment is er eigenlijk voor de kleine APV-zaken. En niet meer en niet minder. Nee. Dus de vuilnisbak te vroeg aan de weg of iets dergelijks. Ja. En die mensen die kunnen straks eens een keer een bon verwachten. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, goed. In ieder geval. Ik vind niet alles. Niet alles. Nee. Oké. Okay. Ander ding. Inés die pleit voor het varen op zondag van de pont aan Iepdijk. Ja. Ze betalen, ik dacht zoiets van 10.000 euro stond er in een stuk. En nu zeggen ze van, dat pontje zou dus ook eigenlijk vanwege de recreatie, zou die op zondag moeten varen. Mm-hmm. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou, je bent de derde uit de pers die dat aan me vraagt. Zo. Een gedeelte zal ik schriftelijk moeten doen, eventjes voor een woensdag. Gedeeltelijk hebben we zaterdag al gedaan. Ten eerste heb ik gezegd op een gegeven moment, ik ben er in principe ben ik er niet tegen. Nee. Dat het pontje vaart. Maar aan de andere kant zei ik, is het te exporteren op zondag? Want ik
denk niet op een gegeven moment dat het nodig is dat een pontje op een gegeven moment open is voor twee fietsers. En ik heb ook al aangegeven van ja, het hele Gooi zal zondags niet naar Bunschoten toe komen. Dan is er ook een personeelsprobleem. Ja, van ja, mensen hebben een principe. En ik vind, en dat is liberaal, ja, en ik vind ja, dat je mensen moet vragen of ze het willen. Dus niet dwingen, niet omdat ze opleggen. Niet geen verplichting opleggen nee. En niet dwingen, ja, maar of ze het willen. Ja. En ik ben bang dat er niemand is ja, die voor 3, 4, 5 fietsers misschien die pont heen en weer wil varen. Nee. Aan de andere kant is het wel zo dat zondags de pont in de goede tijden, zeg maar, als de boeren heen en weer rijden, dat die wel vaart. En s'morgens vroeg en s'avonds op gezette tijden dan. Nou ja, dat is nodig. Dat kan niet anders. Maar ik heb wel zoiets op een gegeven moment van... ik wil toch eens even goed bekijken of het wel te exporteren is. Ja. Want een pont laten varen met personeel erop en die eigenlijk niet vaart. Mensen die zonder een rondje gaan fietsen, die willen niet per se met het pontje. Die gaan gewoon lekker over de weg heen en die rijden desnoods door de polders heen. Ik zie het voordeel niet. Op dit moment zie ik het voordeel niet. Maar ik ben er ook een beetje mee overvallen, want het stond zo in de Bunschoten. En het is op een gegeven moment zo neergezet. En er is dus al een afspraak gemaakt door het college. Want die 10.000 euro die komt niet zo uit de lucht vallen. Dus waarschijnlijk zijn er al toezeggingen gedaan. En ik ben heel nieuwsgierig op een gegeven moment welke toezeggingen het college gedaan heeft. En dan ga je straks vragen besturen middelen. Dat zou op een gegeven moment een van de vragen kunnen zijn. Ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, wachten we maar even af. Je hebt met de begrotingsbehandeling heb je een motie ingediend over mogelijke huurstop bij voetbalvereniging Eemdijk. Waarom vond je dat? Nou, Eemdijk heeft, en dat is inmiddels wel bewezen, dat die toch wel wat mindere velden hebben. Laatst op een gegeven moment scheen het zonnetje en het was een Eemdijk op een gegeven moment dat lag stil omdat er dus 's nachts een hevige regenbui geweest was. Het blijkt dat de drainering dat die veel te diep ligt, die ligt gewoon in grondwater. Het blijkt ook dat de drainering op een gegeven moment dat die niet goed aangelegd is in het verleden. Ja, misschien wel met de toenmalige norm, maar op heden op een gegeven moment merk ik ook dat het gewoon niet werkt. Nou, er is van alles al aan gebeurd. Inmiddels is er geloof ik 20.000, 30.000 euro extra verspijkerd voor onderhoud en allerlei probeerselen. En ik merk dat er dus, dat Eemdijk toch wel al jaren problemen heeft met die velden. Dan krijg je dus ook dat er zaterdags niet gevoetbald wordt. En dat kan best eens gebeuren. Ja. Ik bedoel, we hebben wel eens van het weer dat er gewoon niet gevoetbald kan worden. Ja. Of het nou sneeuw is of regen. Dat zal best, maar het is wel zo dat het aantal aflastingen dat die meer zijn dan zeg maar, een normale vereniging. En ik vond het nodig om de drukkers op de ketel te zetten en de drukkers op het college te zetten om daar dus toch wat fanatieker achteraan te gaan. Ja. En niet steeds zeggen van het is niet zo, ja, het blijkt zo. En het college op een gegeven moment... zegt van we kunnen er misschien nog wel wat aan doen. Ja, oké, doe dan wat en zorg dat het goed is. En zorg anders op een gegeven moment dat het goed komt. Ja. En daar was die motie voor. En ik had zelf wel gedacht dat er mensen geweest waren die die motie zouden steunen. Het zijn geen grote bedragen waar we over spreken. En hoe sneller de gemeente is, hoe minder het kost. Ja, ja. Ja. En nu kost het alleen maar een vereniging heel veel geld. Ja, die zouden dus middags niet kunnen voetballen en dus ook niks omzetten. Nee. Je bent ook, weer een ander chapitre, je bent ook bezorgd ook geweest. Dat heb je ook in een motie neergelegd, dat met name de werkloosheid toch wel expliciet kan toenemen door, mm-hmm. door crisis, door ook plaatselijke bedrijven die nogal wankel staan. Hè? Mm-hmm. De wethouder heeft een motie op een gegeven moment. Of je hebt, de wethouder heeft tekst en uitleg gegeven en dan heb je de motie zeg maar ingetrokken. Ja. Waarom heb je dat gedaan? Nou, de motie is ingetrokken omdat de wethouder aangegeven is dat hij daar let op wilde geven. Ja. En daar was die motie ook voor bedoeld. Ja. Dus let geven op het aantal werklozen wat nu
Ja, in aantal toeneemt. Ja. En ja, het aantal werkelozen, dat kan straks ook, kunnen straks ook mensen worden die om bijstand komen vragen. En omdat bijstand is een post met een open eind binnen de gemeente. In deze tijd een hele gevaarlijke post ook voor de gemeente. Ik zeg op een gegeven moment, voorkomen is beter dan blussen. En onvoorziene zaken, dat je denkt van, ja jongens, wat gebeurt er nou allemaal? Zoveel aanvragen, ja, daar zitten we ook niet op te wachten. Nee. Ik bedoel, de centen groeien niet aan de bomen. En dat hebben we gewoon momenteel niet. En zou dat wel gebeuren, ja, dan zou je toch ergens anders heel veel moeten gaan snoeien. Ja. En dan verarmt de gemeente zeker. Dus het is alleen maar goed, ja, dat is voor elke manager zo, het is alleen maar goed dat hij voor de tijd aanziet komen wat er dus gebeurt. Dus hoeveel langdurige werkelozen hebben we momenteel en hoeveel aanvragen kunnen we op een bepaalde termijn kunnen we verwachten. Want wat stond er namelijk in de begroting? Ja, zou tot aan 2016 zouden we kleiner als 100 blijven. Nou, daar had ik vraagtekens over. Omdat we dus nu in een economische crisis zitten. En ik kan niet in een glazen bol kijken. En ik weet zeker dat ook de wethouder niet in een glazen bol kan kijken. Nee. Dus dat was eigenlijk de vraag. Van, geef daar let op. Dan dwing je dat af door een motie. En als hij toezeggingen doet. En hij zegt van nou ja, dan gaan we absoluut controleren voor dat. Dan is de motie, die hoeft er niet doorheen, dan is de motie eigenlijk gelukt. Oké. Okay. Nou, je noemde al even blussen. Ja. En blussen heeft natuurlijk te maken met de brandweer. Ja, daar weet jij alles van. Daar weet ik alles nog van. Maar er was een project, gemeentewerf, brandweerkazerne, ja. En de Van Amerongenschool. Dat heeft ook heel lang geduurd. Ja, hè? Ja. Ik heb begrepen nu dat er gezegd wordt van de gemeentewerf blijft bestaan. De brandweerkazerne gaan we renoveren. Er was ook nog iets met het uitrukken, met sirene en terugkomst, al dat soort dingen. Hè. Maar wat gaat dat nou precies betekenen? Er komt straks een raadsbesluit over in december? Er komt een raadsbesluit over. Maar in ieder geval, er is nu besloten dat we dus niet doorgaan. Er is het een of ander ook uitgezocht. Aanrijdtijd van de brandweer, om een bepaalde plaats te komen. Nou, je weet zelf dat we daar op een redelijke plaats zitten. Ja. Op 1A, en dat was de plaats daar waar de bibliotheek staat, zeg maar. Die zou nog iets beter zijn. Ja. Ik dacht dat we daar vroeger gezeten hadden. Ja, heel vroeger. Heel vroeger. Gemeentewerk. Ik kan me daar nog wat van herinneren. Met die oude brandweerspuit en zo. Maar in ieder geval, daar heeft de brandweer gezeten. Dus wat dat betreft hadden ze het toen al goed... goed goede plek. Ja, op de goede plek hadden ze gemikt. Maar... Het is momenteel zo dat, of het kwam eigenlijk uit de hoge hoed van het CDA. Het CDA wilde namelijk op een gegeven moment het schoolplein vergroten. En er was wat overlast met de werf. Nou, die overlast met de werf is nu opgelost. Het schoolplein, dat is onderzocht. Nou, dat is groter als het minimum, in ieder geval als de norm. En moet veel groter zijn trouwens als de norm. En dan de brandweerkazerne, die wordt nu gerenoveerd. Ja. Ja, omdat die op een prima plaats zit. Ja. En ik kan het alleen maar toejuichen, dit besluit. Hartstikke mooi, ja. Er is een overzicht ook gemaakt van indirecte, directe en indirecte subsidies die verstrekt worden. Hè? Mm-hmm. En ik heb dat lijstje, ik heb eens even gekeken naar dat lijstje. En wat me opvalt met name is het kostenplaatje voor Sporthal de Kuil. Mm-hmm. Dat is exploitatielasten van 109.000, kapitaallasten van 73.000, onderhoud 34.000 en klein onderhoud ook nog een keer 7.000. Dus eigenlijk 41.000 aan onderhoud in een totaalbedrag van €223.000. Hm. Is dat niet veel geld voor een sporthal, Henk? Ja, als manager vastgoed... Ja, dan moet je dat zeker aanspreken. Ja, spreek me dat zeker aan. En ik denk dat het goedkoper kan. Ja, ja. Ik denk dat het goedkoper kan. Hè. Wat slimmer inkopen. Wat meer leveranciers op een gegeven moment vragen. Wat meer offertes vragen bij leveranciers. Bij verschillende leveranciers dan. Maar aan de andere kant is het zo. Ja, ik snap niet waarom, zeg maar. Want ik denk dat... Het punt is dat sommige partijen maken zich druk om die indirecte kosten. Maar uiteindelijk
betalen wij daar allemaal al aan. Laten we daarmee beginnen. Scholen maken gebruik van Sporthal de Kuil. We hebben heel veel sporthallen hebben we opgeruimd. Een sportvereniging Spakenburg en een voetbalvereniging IJsselmeervogels en Agilitas, die hebben een eigen sporthallen. Ja, die worden verhuurd aan de gemeente en voor de gemeente. En voor de burgers. Dus als je een tijdje zaal wil voetballen, dan kan dat daar. Dus ik begrijp eigenlijk de ophef niet over die, indirecte subsidie. Ja, ze hebben aan de ene kant betalen we een bepaald bedrag, omdat we dus als gemeente bepaalde zaken moeten faciliteren. Voor de grote verenigingen betaal je natuurlijk wat meer. Ze kijken ook naar het aantal leden. En zo zijn er ook wat andere berekeningen. Op een gegeven moment de vierkante meters die een rol spelen enzovoorts. Enzovoorts, daar betalen de verenigingen ook weer voor. Het is nu zo dat enkele partijen, en dat is met name de CDA en de VVD sinds kort dan. Ja, zeg er even bij. Ja, die daar op een aanmerking over hebben gemaakt. En het is hun goed recht natuurlijk. Als ze ook weten op een gegeven moment hoe het echt in elkaar zit. Want uiteindelijk betalen wij als burgers voor onze sport. Betalen wij als burgers voor onze verenigingen. En zou het zo zijn zoals hun het willen. Ja, dan krijgt straks de burger, die krijgt ook die rekening, die extra rekening. En om die extra rekening tegen te gaan. Heeft de gemeente op een gegeven moment gezegd, trouwens het is gemeentelijk eigendom. Hè? Die hebben gezegd, we moeten het dus goed onderhouden. Ja, we moeten velden goed onderhouden, we moeten sporthallen goed onderhouden. En daar hebben we een bepaald bedrag op een gegeven moment, hebben we bepaalde bedragen voor. En die bedragen staan netjes op de begroting en die worden op een gegeven moment netjes door onze gemeente betaald. Maar uiteindelijk komt het bij onze burgers neer. En die burgers op een gegeven moment die hebben wat mij betreft het recht om hier, we hebben toch een goed verenigingsleven in Bunschoten-Spakenburg. Ja. En daar mogen we heel erg trots op zijn. En mag dat wel kosten? Die partijen, dat moet tegen kostprijs, zeggen ze. Nee, ik zeg op een gegeven moment, dit mag wel kosten. Uiteindelijk betaalt de burger hier al belasting voor. Helder. De gemeente is bezig met het ruimen van graven. Het herbegraven is begonnen. Je hebt daar iets. Een burger heeft je daarover, benaderd. Ja. Over de mogelijkheid van. Het sociale aspect, zeg maar, van het herbegraven. Hoe zit dat in elkaar? Wat is de vraag geweest? Nou, de vraag op een gegeven moment van de burger. Die was. Ik zou graag mijn vader willen herbegraven. En de man heeft mij gebeld. Het is vrij recent gebeurd. Ik heb dat meegenomen tijdens de commissie samenleving. En ik heb aangegeven van, jongens, hoe zit het met het sociaal aspect? Want er zijn burgers die dat graag willen. We hebben altijd gezegd, het is emotioneel en we moeten er goed voor zijn en noem maar op. Maar als er nou burgers zijn die dat graag willen, maar niet direct zomaar eventjes een hele hoop geld uit de portemonnee kunnen trekken. Want deze man die leeft ook van een uitkering. Dan vind ik dat we daar toch een regeling voor moeten treffen. Of dat we moeten kijken of er daar een regeling voor is. Ik bedoel, dat heeft te maken met het sociaal aspect. En ik denk niet dat dat de enigste burger is die dit wil. Nee. En dat anderen zeggen, ik kan het gewoon niet. En die zeggen niks. Hij gaf het aan. Ja. En zo komt dat in het nieuws. Ja. En dat wordt ook onderzocht? En dat wordt, dat is toegezegd door wethouder Koops. Is er toegezegd dat hij dat mee zou nemen. Hij heeft verder niks toegezegd hoor. Maar hij zou het meenemen naar het college toe. En aanstaande donderdag zou ik er zeker nog even heel kort een vraag over stellen. Van hoe we daar dus mee omgaan. Ja. Okay. Want ik vind toch emotioneel ook wel een punt. We hebben iets aangepast. Dus dan moeten we ook zorgen op een gegeven moment dat het ook goed komt. Ja. Oké. Okay. Nou Henk, we lopen al aardig uit de tijd. Mm-hmm. En aan het eind van een gesprek geef ik ook altijd mijn gast even de gelegenheid om in de camera te kijken. Mm-hmm. Echt in de camera even te kijken. En te vertellen waarom het nou belangrijk is dat de LDP, de Liberaal Democratische Partij, binnen Bunschoten ook een partij is die gesteund moet worden en het hoe en waarom. Ik zou zeggen, doe even je best.
Nou, iedereen die Henk van der Meen kent, die weet ook dat er voor de burger en voor de centjes van de burger en in deze politieke kring in Bunschoten, dat daar ook geknokt wordt voor die burger. En de LDP, dat is een club die niet aan groepjes vastzit. We willen op een gegeven moment zorgen dat alle burgers een kans krijgen. We zorgen op een gegeven moment voor het algemeen belang. En dat is het belangrijke. En ik denk ook dat de burger daar rekening mee moet houden. Dat is het belangrijke voor Bunschoten Spakenburg. Ook voor Bunschoten Spakenburg, wat ook in de toekomst zelfstandig wil blijven. En wilt u op een gegeven moment een goede politieke club, dan stemt u LDP. Henk, fantastisch. Dank je wel. Nou, ik vond het heel plezierig dat je mijn gast was vanavond. Ik wens je heel veel sterkte uiteraard voor de toekomst. En blijf het uitdragen, hè? Ik zal proberen. Dank je wel. Okay. Dames en heren, dit was Los Politiek. Mijn gast vandaag was Henk van der Meen. Hij is de fractievoorzitter van de Liberaal Democratische Partij in Bunschoten Spakenburg. Dank voor uw aandacht. Dank voor uw kijken. Tot ziens. Dag.